in milliliters per kilogram per minuut. Vaak wordt het laatste gedaan, om het uit te drukken per kilogram, omdat dat een goede waarde is. Alleen bij obesitas krijg je dan een hele grote onderschatting. Omdat de verhouding tussen spiercellen en vetcellen eigenlijk anders is, zou je dan een hele grote onderschatting krijgen van de conditie. Als je de zuurstofopname bij normale testen eigenlijk, zonder zuurstofopname, dus de indirect bepaalde testen, uit zou drukken in liters per minuut, wat dan wel gedaan wordt, krijg je vaak een overschatting. Omdat het door het gewicht vaak makkelijker is om een wat hoger wattage te krijgen. Dat maakt het moeilijk om de zuurstofopname indirect te meten en daarom meten we het vandaag ook met een kapje. Het is gewoon de meest, voor iedereen de meest nauwkeurige methode, maar voor mensen met obesitas zeker. Duidelijk. Ik zou zeggen, zet hem op, Gerard. Het is allemaal nog warming up.